Nou, nogmaals welkom. Welkom bij het webinar Wat is de rol van Veilig Thuis in het voorkomen van meisjesbesnijdenis? Mijn naam is Jena Sauw en ik werk bij VAROS op het Focal Point Meisjesbesnijdenis. VAROS is het expertisecentrum gezondheidsverschillen en daarnaast ook al vele jaren Focal Point op het gebied van VGV, vrouwelijke genitale verminking. En dat betekent dat we ons inzetten op het voorkomen van meisjesbesnijdenis, het organiseren van goede zorg voor vrouwen die zijn besneden en het verzamelen en het verspreiden van kennis over VGV. En dit doen we niet alleen, dit doen we samen met verschillende partners, waaronder EFSAN, Federatie Somalische Associaties Nederland, maar ook GGD'en, Veilig Thuis en medische beroepsverenigingen. Nou, goed om te zien dat jullie ook vandaag weer met zoveel online erbij zijn. Zoals ik net ook al zei, dit webinar wordt opgenomen en wordt later ook gedeeld op ons YouTube-kanaal. En daar zijn ook onze vorige webinars terug te vinden, zodat iedereen deze terug kan kijken. Nou, dit is het tweede webinar in de reeks voor dit jaar. En in ons laatste webinar in februari hadden we het over de rol van het onderwijs in het signaleren van VGV. We bespraken met elkaar hoe belangrijk het onderwijs is bij het in kaart brengen van de signalen van meisjesbesnijdenis. Zij staan dicht bij de kinderen, ze zien wat er speelt en ook wanneer gedrag van kinderen verandert. Maar zeker ook in de aanloop naar de vakantieperiode zien we dat het onderwijs onmisbaar is. Zoals jullie misschien wel weten, vragen we rond deze tijd van het jaar altijd extra aandacht om alert te zijn op de signalen van meisjesbesnijdenis. En dat komt omdat meisjes in deze periode extra veel risico lopen om besneden te worden. Wanneer zij bijvoorbeeld familiebezoek gaan in het land van herkomst of het land van herkomst van ouders. Nou, op onze website hebben we verschillende praktische instrumenten staan. Die professionals in de JGZ en het onderwijs ondersteunen bij de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis. In het vorige webinar bespraken we dat na het signaleren door het onderwijs de jeugdgezondheidszorg in beeld kan komen. En die jeugdgezondheidszorg werkt vanuit het standpunt preventie, waarin hun taken zijn beschreven. Ze houden zich op die manier bezig met de preventie van meisjesbesnijdenis. Ze gaan de gesprekken aan met kinderen en ouders. En een hele belangrijke en soms ook noodzakelijke vervolgstap is het schakelen met Veilig Thuis. Nou, daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Het webinar van vandaag staat geheel in het teken van de rol van Veilig Thuis in het voorkomen van meisjesbesnijdenis. En we gaan in gesprek over hoe verschillende professionals samen kunnen werken met Veilig Thuis. En dat doen we samen met Annemieke van der Bas. Zou jij je voor willen stellen, Annemieke? Natuurlijk, Jenna. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Annemieke van der Bas. Ik werk als vertrouwensarts bij Veilig Thuis Flevoland. Maar ik zit ook in het bestuur van onze wetenschappelijke beroepsvereniging van de vertrouwensartsen. En heb daarin de portefeuille VGV. Dus vandaar dat ik me iets meer misschien dan een ander verdiept heb in het onderwerp. Heb ook meegeschreven aan het nog steeds huidige handelingsprotocol wat we natuurlijk met elkaar hebben opgezet. Dus ik zit wel aardig in de materie, zullen we maar zeggen. En neem ik trouwens ook deel aan de landelijke overlegtafel over deze casuïstiek. Nou, hartstikke fijn dat je er bent, Annemiek. Daarnaast is ook Martine Bos er vandaag bij. En zij zal verder ingaan op de praktische vragen die wij eigenlijk vanuit de praktijk hebben gekregen. Martine, mag ik jou een vraag weer voorstellen? Natuurlijk. Goedemiddag, mijn naam is Martine Bos en ik maak ook onderdeel uit van het team van Focal Point, meisjesbesnijdenis, als adviseur en projectleider. En ik zal na het praatje van Annemiek met haar in gesprek gaan. Dankjewel. Nou, ik kan me ook voorstellen dat naast de vragen die hier al worden besproken, dat jullie ook vragen hebben. Deze mogen in de chat worden gesteld en daar zullen we dan in die tijd later op terugkomen. Voordat we het programma van vandaag en voordat we beginnen met de inhoud, zijn we eigenlijk allereerst wel eens benieuwd hoe jullie samenwerking eigenlijk thuis eruit ziet op dit moment. Dus ik zou jullie graag willen vragen om of de QR-code te scannen die in beeld is, of naar www.menti.com te gaan en de code 297452 gebruiken. Als het goed is, zien jullie daar al de eerste vraag staan? Dus even wachten tot deze is gescand.
Dan gaan we naar de eerste vraag. En dat is: hoe vaak schakel jij met Veilig Thuis als het gaat om meisjesbestemmings? Ik zie hier vooral veel vrijwel niet binnenkomen. Kijk. Twee keer, één keer per half jaar. En het overgrote deel, 40 van jullie, geven aan. Ik schakel vrijwel niet met Veilig Thuis. Ik denk misschien extra belangrijk dan dat we vandaag bij elkaar zitten om het hierover te hebben. Even kijken. Dan gaan we naar de volgende vraag. En de volgende vraag is, nou ja, misschien is dat dan bijna een overbodige vraag, maar indien je met Veilig Thuis schakelt, op welk moment doe je dat dan? Dus wanneer in welke situatie schakel je met Veilig Thuis? Is een vraag waar je zelf verder kijkt. Eerste binnen. Even kijken wat hier binnenkomt. Ik zie ook een paar antwoorden erbij staan. Niet, want ik werk zelf bij mijn thuis. Dat kan natuurlijk ook. Verder zie ik hierin staan terugkoppeling naar melding. Maar ook vaak vanaf stap 2 voor de meldcode. Om te overleggen wanneer er serieus risico is. Bij vermoedens en bij twijfel. Eigenlijk verschillende dingen die hier naar voren komen. Ik wacht heel even tot die stoppen bewegen. Ja, dus verschillende antwoorden. Hè. Soms hierin zie ik staan nog nooit of niet gedaan, maar ook bij vermoedens en twijfel en risico. Annemiek, ik geef heel graag het woord aan jou. En dan ga ik mijzelf even dempen. Ja, nou, wat de Mentimeter in ieder geval laat zien is dat het niet altijd gedaan wordt, maar dat ze eigenlijk wel weten wanneer het zou moeten. Dus dat vind ik dan wel weer grappig. Daarom gaan we het gewoon over hebben. Mag ik mijn eerste dia, Jenna? Of gaan we nog even, volgens mij hij loopt nog, hè, de Mentimeter. Oh, maar hij is er al. Oké. Nou, ik ben gevraagd door Martine en Jenna om jullie mee te nemen in hoe werkt het nou bij Veilig Thuis en waarom zou ik hun bellen en wat weten zij dan? Nou, en wat gebeurt er dan als ik hun bel? Dus dat is denk ik wel goed om dat met elkaar te gaan bespreken. Nou, ik neem aan dat iedereen de kaart van Pharos kent. Ik weet niet of je hem aan wil klikken, Jenna, of die je dan laat. Dit is natuurlijk de prevalentiekaart van de landen van herkomst waar VGV het meeste voorkomt. En ik denk dat dit het allerbelangrijkste is om degene, omdat mensen dit weten. Dat als deze kennis aanwezig is bij de professionals die te maken hebben met kinderen uit risicolanden, dat we dan kunnen gaan signaleren met z'n allen. Want we steken natuurlijk in op preventie, hè. We willen niet graag gebeld worden als het vermoeden is dat er al eentje is uitgevoerd. Maar we willen graag gebeld worden op het moment dat het vermoeden is dat er één mogelijk uitgevoerd gaat worden. Dus dan is het natuurlijk heel belangrijk om deze kennis toch wel globaal in je hoofd te hebben. We gaan u niet overhoren, maar het is wel goed om deze op de website van Pharos op te zoeken. Mag ik de volgende, Jenna? Oh, deze hoort er eigenlijk niet in. Deze. Ja. Want waarom vinden we dat nou zo belangrijk, hè? Want iedereen roept altijd, ik zie het niet, ik hoor het niet, het komt niet voor. Maar gelukkig doet Pharos dan ook nog wetenschappelijk onderzoek. En dit zijn de getallen die gewoon wel reëel zijn, hè? We hebben meer dan 200 miljoen vrouwen
die al zijn besneden. Er lopen jaarlijks 3 miljoen jonge meisjes wereldwijd het risico om besneden te worden. En dat de gemiddelde leeftijd zo tussen de 9 en de 10 jaar ligt. En de volgende dia. En uiteindelijk zien we dat de komende 20 jaar in Nederland nog 4200 jonge meiden het risico lopen om besneden te worden. En dat zijn natuurlijk geen misselijke getallen. En ik denk dat als je dit goed leest, deze infographic, die kun je ook terugvinden op de website van Faros, dat dat best wel een heel indrukwekkend aantal is. En daarom gaan we ontzettend de moeite doen om bij iedereen de signalering en het herkennen van de risicogroep op het netvlies te krijgen. Mag ik de volgende? Nou, ik zeg altijd, hè, we roepen natuurlijk altijd, wij krijgen nooit meldingen bij Veilig Thuis over het VGV. En er is zelfs discussie geweest, moet er dan geen meldplicht komen of een adviesplicht? Dat zijn allemaal dingen die vanuit de politiek worden aangedragen. Ik denk dat dat niet wenselijk is, want volgens mij zit gewoon de kracht in stap 1 van de meldcode. Daar ga ik jullie mee zo meteen mee doornemen, is het herkennen en het signaleren. En dan weten wat je moet doen. Dus het gaat om het signaleren en herkennen van de risicomeisjes, maar ook van de jonge vrouwen. We vergeten altijd dat de vrouwen die in Nederland komen en reeds bij het land van herkomst zijn besneden, maar hier bijvoorbeeld bevallen of een medische ingreep moeten ondergaan, dat die het risico lopen op het moment dat ze in een afhankelijkheidsrelatie zitten, dat zij opnieuw worden besneden in het land van herkomst. Dus ook die vrouwen zijn at risk. En dat het gaat om goede gespreksvoering met ouders, met de direct betrokkenen, om samen een risico-inschatting te maken. Nou, dat is natuurlijk een stuk wat al ligt bij de jeugdgezondheidszorg, hè? Dus alle kinderen die op het consultatiebureau komen met ouders uit een risicoland, daar hoort dit, de eerste risico-inschatting gemaakt te worden. En dat we dan zeker voor de medici onder ons, maar ook alle andere professionals die hier nu aan deelnemen, dat de meldcode gevolgd gaat worden. Dus stap 1, signaleren. Stap 2, advies vragen. Mag ik de volgende diatje? Nou, de meldcode. Wij gaan natuurlijk als dokters, hè, als vertrouwensarts, zijn we natuurlijk vooral een aanspreekpunt voor de medici. En wij werken dan ook met de dokters, werken dan met de meldcode KNMG. Maar ook, het geldt ook voor elke professional die hier nu naar deze webinar luistert, is dat elke professional zijn eigen meldcode heeft. Waarin de stappen eigenlijk vrijwel overeenkomen. Het gaat om het signaleren. Stap 2, het advies vragen. Vragen dan wel bij een aandachtsfunctionaris lokaal of bij een eigen collega of bellen met Veilig Thuis. Dat er een gesprek wordt gevoerd met betrokkenen indien dat van toepassing is. Eventueel het betrekken van de betrokken professionals bij een kind. Denk aan een jeugdarts, denk aan een schoolarts. En dat met Veilig Thuis de afwegingsvragen worden doorgenomen om te kijken of een melding noodzakelijk is. Dat is natuurlijk allemaal heel globaal, dus ik ga jullie aan de hand van de meisjesbestrijdenis meenemen door de meldcode. Mag ik de volgende? Nou, stap 1, het signaleren. En ik denk het feit dat jullie hier al zitten, we zeggen dat jullie al een soort voorkennis hebben over dit onderwerp. En dat het vooral de zaak is om die kennis over de risicolanden, om deze uit te dragen naar jullie collega's. Of je nou werkt als jeugdarts of op school of als politie. Of eventueel, ik zag ook nog wat vertrouwensarts hier tussen zitten. Maar dat het heel belangrijk is dat die kennis wordt overgedragen binnen je eigen organisatie. Zodat het herkennen van de risicogroep, dat nummer 1 gaat worden. Nou, wat ik net al zei, is dat de screening, de eerste risicoscreening, wordt gedaan door de jeugdarts op het consultatiebureau. Dan is het belangrijk natuurlijk dat scholen hebben hier een hele belangrijke stap in op het moment dat ze kennis krijgen van mogelijke reizen naar landen van herkomst of grote familiefeesten die gaan plaatsvinden. En wat bedenkt dat de meisjesbesnijdenis en of genitale verminking, zoals we er tegenwoordig van spreken, niet altijd plaatsvindt in het land van herkomst, maar ook kan plaatsvinden in bijvoorbeeld Duitsland, Londen, België. Het gebeurt ook gewoon in Europa. Als er signalen komen vanuit omstanders of familieleden die zich zorgen maken. Als er signalen zijn bij een geboortepartners, bij een mevrouw die al besneden is en er komt een dochter uit, dat toch gevraagd gaat worden, inderdaad, wat haar eigen idee hierover is. En of zij zelf nog op risico loopt om opnieuw zichzelf te moeten laten besnijden. Of als er signalen komen vanuit medische praktijk en vaak zijn dat verloskundigen of kinderartsen. Mag ik naar stap 2, Jenna? Nou.
De mogelijkheid die u dan heeft als u de meldcode volgt, is dat u anoniem advies gaat vragen aan Veilig Thuis. Nou, is Veilig Thuis is uitgerust met een front office. Daar werken maatschappelijk werkers. Die horen een soort basale kennis te hebben over dit onderwerp. Maar in principe hoort er bij elk Veilig Thuis een aandachtsfunctionaris VGV te zijn. En dat is per definitie altijd een vertrouwensarts. En in sommige gevallen ook gedragswetenschapper of een andere aandachtsfunctionaris schadelijke praktijken. Wat u ook kan doen, is dat u laagdrempelig overleg voert met VAROS. Die zijn heel makkelijk te bellen en weten ook precies welke telefoonnummers er zijn om eventueel meer informatie te krijgen. En wat helpt, is als je in stap 2 samen de risicotaxatie in gaat vullen. Dus de eerste risico-inschatting is: komt een kind of komen ouders uit een land van herkomst en hoe zijn hun ideeën over besnijdenis? Of heb ik hier te maken met wenselijke antwoorden die ik krijg? Want de risicotaxatie vraagt net even iets meer door. Mag ik die zien, Jenna? Oh, die komen zo meteen. Ik zal de risicotaxatie zo meteen even laten zien. Stap 3 en tot en met 5 van de meldcode gaan eigenlijk over: lukt het zelf om in gesprek te gaan met de ouders? Kun je op dat moment genoeg veiligheid en zekerheid organiseren? Is het eventueel mogelijk dat Veilig Thuis, oftewel de aandachtsfunctionaris, anoniem aansluit bij het gesprek? Is het nodig om een melding te doen? Dus we nemen samen het afwegingsrisico door. En wat vooral mijn oproep is vandaag: draag samen de verantwoordelijkheid. Je hoeft het niet alleen te doen. En een tip die ik altijd meegeef, om de sleutelpersonen van EFSAN in te schakelen. Die zijn zeer bijdragend in het voeren van de gesprekken en kunnen echt meehelpen om open en transparante gespreksvoering te doen met de direct betrokkenen. Mag ik de volgende? Nou, welke mogelijkheden hebben wij nou als Veilig Thuis, of dan wel de vertrouwensarts, is dat wij ook werken met de intentieverklaring die bij VAROS ook op de website te vinden is. Dat is een verklaring voor ouders, die zij ook kunnen gebruiken naar hun familieleden toe, om te laten zien dat meisjesbesnijdenis en VGV in Nederland een strafbaar feit is. We maken gebruik van het risicotaxatie-instrument. We maken gebruik van ons handelingsprotocol, dat we samen hebben geschreven met de jeugdgezondheidszorg, met de Raad van de Kindbescherming, met het OM en VAROS. Dat is ook in te lezen op de website van VAROS. We gebruiken de handreiking strafbare kindermishandeling. En we volgen onze eigen ontwikkelde richtlijn complexe medische casuïstiek. Mag ik de volgende? Nou, dit is de intentieverklaring. Ik geloof dat inmiddels dat er een nieuwe aankomt. Heb ik dat goed begrepen, Jenna? Volgens mij wel, hè? Ja, er wordt instemmend geklikt. Maar waarin in ieder geval staat, hebben we, en het is in alle talen verkrijgbaar, zodat ouders ook kunnen laten zien dat dit niet de bedoeling is dat dit gebeurt. Volgende dia. Dit zijn de handelingsprotocollen en de handreiking die wij gebruiken. Dus voor handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking en de richtlijn medisch complexe kindermishandeling. Deze zijn dus ook in te zien op de website van de vertrouwensartsen. En waar ik geen plaatje van heb, maar die ook wel degelijk natuurlijk erboven hangt, is de handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling. Mag ik de volgende? Dit is nog even uit het handelingsprotocol van VAROS. Het is duidelijk dat we toch alweer een nieuwe update moeten gaan doen. Maar dit is een samenvatting van alle mogelijke beslismomenten en stappen die we kunnen ondernemen als Veilig Thuis. Waarin natuurlijk vooral het stukje aangifte te zien is. Maar ook het overleg met de Raad van de Kinderbescherming, eventueel hulpverlening. Ik zeg altijd: bedenk wel, als we de Raad van de Kinderbescherming inschakelen, dat een ondertoezichtstelling ophoudt bij de landsgrens. Dus dat mensen nog steeds kunnen uitreizen. Dus dat we daar even heel goed een plan voor moeten maken. Maar dat er dus wel degelijk mogelijkheden zijn door Veilig Thuis. Mag ik de volgende zien? Dan is de wetgeving, als we werken over de handreiking strafbare kindermishandeling. Is de VGV wel een aparte binnen deze handreiking? Omdat VGV toch wordt gezien als zware mishandeling met voorbedachte raden. Mag ik de volgende? Wat kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van 12 jaar?
En het belangrijkste onderscheid wat gemaakt wordt met de alle andere vormen van kindermishandeling is dat als je het op je eigen dochter laat uitvoeren of uitvoert, kan de straf ook nog met een derde verhoogd gaan worden. En dan wordt de maximale gevangenisstraf 16 jaar. En de volgende 10 jaar laat ook zien dat ook het medeplichtig zijn, oftewel het faciliteren van een meisjebesnijdenis, als zijnde de reis organiseren, ouders zorgen dat ze in contact komen met iemand die de besnijdenis uitvoert, dat ook die personen vervolgd kunnen worden. En wat nog belangrijk is, dat het ook strafbaar is bij het uitvoeren bij volwassen vrouwen, als dit in een afhankelijkheidsrelatie en dus niet vrijwillig gebeurt. De medepleger dus, wat ik al genoemd heb, dat ook poging en voorbereiding in dit geval ook strafbaar zijn. En ook strafbaar is als het in het buitenland is uitgevoerd. Dus er zit net even, hij is net even iets scherper dan dan de gewone handreiking. Mag ik de volgende dia? De richtlijn die we als vertrouwensartsen hebben ontwikkeld, is in samenspraak van al deze, een soort samenbundeling van al deze protocollen geweest. Waarin we eigenlijk per fase die we doorgaan bij Veilig Thuis, de adviesfase, een werkwijze hebben ontwikkeld, zodat elke vertrouwensarts daarop kan terugvallen. Ook als je wat minder ervaren bent in het onderwerp. Het is niet zo dat hier 10 adviesvragen per week overkomen. Maar dat je daar altijd kan kijken, oké, heb ik alles nagevraagd? Mag ik de volgende dia? Ook als er een melding binnenkomt, hè, dat we daarbij de risico-inventarisatie gaan gebruiken. Mag ik de volgende dia? De risicotaxatie die we gebruiken, die ik net al beloofd had en die nu te zien is, is eigenlijk een aantal vragen. Het zijn 8 vragen, waarvan vragen 3 en 4 eigenlijk de hoogste risicovragen zijn. Op het moment dat deze 2 al met ja worden beantwoord, dan hebben we te maken met een verhoogd risico. En betekent dat er een gesprek gevoerd moet gaan worden. Mag ik de volgende dia? Nou, als we een plan van aanpak maken en indien er een melding is gedaan, is het ook wel heel belangrijk om te weten dat de vertrouwensarts verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek. Als het gaat om een vermoeden van een uitgevoerde VGV. We zijn degene die de contacten hebben of weten in ieder geval de mensen te bereiken die daar kennis over hebben. Die kundig genoeg zijn om bij kinderen die dan wel prepuberaal of net puberaal zijn, te kunnen vaststellen of er een VGV heeft plaatsgevonden. Dit is anatomisch altijd een lastig ding, hè? Dus de type 3 is het natuurlijk, dan zal iedereen het kunnen zien, zeg ik altijd. Maar type 1 en type 2 is altijd lastig te differentiëren. En zeker als het 6 tot 8 weken geleden is gebeurd. Dat vereist echt expertise en kennis. Vergeet niet dat wij ook kijken naar een zwangere die bevallen is nadat ze besneden is, hoe groot het risico is op herbesnijdenis. En dat we ook in contact kunnen komen met EFSAN en de sleutelpersonen. Mag ik de volgende dia? Dus het belangrijkste eigenlijk, wat de boodschap die we willen meedelen vandaag is dat als u het signaleert of u denkt, zou het kunnen zijn dat, dat u denkt. Veilig Thuis, daar werkt een aandachtsfunctionaris. Ik kan daar laagdrempelig overleggen. Ik kan daar folders voorlichting krijgen. Kan natuurlijk ook bij vaders, VAROS. En ook de intentieverklaring is een handige tool om mee te nemen. Mag ik de volgende dia? We zijn al klaar. Ja, dat was Nou, het. dat is mooi. Ik zag volgens mij al wat vragen voorbij schieten, maar ik weet niet, Martine, wat wil je doen? Super bedankt, Annemiek. Dit is fijn, zo'n presentatie die je gaf. Ik wil heel graag eerst wat vragen aan jou voorleggen die we al eerder hebben ontvangen via de mail of ook in onze gesprekken tijdens overleggen. En je hebt eigenlijk al genoemd van hey, als je denkt, goh, ik heb hier een anoniem advies voor, of ik vind het gewoon fijn om het gesprek voor te bereiden, dan bel ik Veilig Thuis. We hebben een vraag gekregen over wie is het zo dat je dan naar de arts vraagt, hè, naar de vertrouwensarts, of doorvraagt naar de aandachtsfunctionaris? Want sommige mensen zeggen, ik heb de ervaring dat het bij de front office blijft hangen. Je vertelde mij net eventjes hiervoor dat bij de front office ook mensen werken die daarvoor geschoold zijn. Kan je vertellen hoe dat precies gaat?
Ja, dat zal per veilig thuis verschillen. Bij mijn eigen veilig thuis krijgen de medewerkers les in VGV van de dokters. Dus we zeggen dat ze bekend zijn met het onderwerp, maar dat ze ook weten dat ze bij de vragen terecht kunnen bij de vertrouwensarts. Dus eigenlijk zijn alle vragen die bij ons binnenkomen bij de front office, die horen door te gaan naar de vertrouwensartsen. Want in principe zijn de vertrouwensartsen de aandachtsfunctionarissen. Zeker als het gaat over het uitvoeren van eventueel forensisch onderzoek bij deze groep kinderen. En de samenwerking vaak met de signalerende medici. En zijn dat eigenlijk meestal de aandachtsfunctionarissen. En soms is dat gedragswetenschapper of iemand die extra geschoold is in schadelijke praktijken. Maar 9 van de 10 keer gewoon doorvragen naar de aandachtsfunctionaris. Doorvragen naar de aandachtsfunctionaris. Ja, want het is zo dat, dat noemde je net ook. De Veilig Thuis organisaties in Nederland zijn allemaal een beetje verschillend georganiseerd. Dus soms is er geen vertrouwensarts. Ja, helaas. En dan raad je aan doorvragen naar iemand die binnen deze Veilig Thuis organisatie of is Veilig Thuis landelijk georganiseerd. Je noemde een experttafel. Ja, als je eventueel merkt dat als je belt naar je eigen veilig thuis binnen de eigen regio, dat die het antwoord is: wij hebben geen aandachtsfunctionaris. Dan zou ik mijn advies zijn: neem heel snel contact op met VAROS. Daar in ieder geval al kun je ook vaak adviesvragen neerleggen. Maar ook daar kunnen ze je verwijzen naar mensen die overstijgend aanspreekbaar zijn over dit onderwerp. Dus omdat ik dan de landelijke portefeuillehouder ben, krijg ik bijvoorbeeld zelfs ook vragen uit landelijk van andere vertrouwensartsen die dan zo'n casuïstiek krijgen, zodat ze ook daarmee kunnen sparren. Maar wij zullen er nog een keer achteraan gaan dat we in ieder geval zorgen dat elk veilig thuis een aandachtsfunctionaris heeft, die kennis heeft over het onderwerp, in ieder geval weet waar die kennis kan gaan halen. Ja, en je noemde eerder al in tijdens zo'n experttafel zit je dan met meerdere disciplines ook te overleggen over, het is eigenlijk preventie schadelijke praktijken, maar dat is, daar valt ook VVV onder. Ja, dat kan, hè. Dus binnen ons eigen veilig thuis zijn we nu allerlei experttafels aan het opzetten. Waaronder schadelijke praktijken er één gaat worden en daar valt dan de VGV onder. En dan zie je dat het multidisciplinair overleggen met de verschillende disciplines, denk aan de raad of jeugdartsen die daar casuïstiek kunnen inbrengen. Het staat nog heel erg in de kinderschoenen. Maar dat zou wel een tafel kunnen zijn waarin we, denk ik, zeker ook met politie, OM, om daar met elkaar te leren hoe gaan we nou deze zaken aanvliegen. Ja, dan heb ik nog een vraag over jullie afwegingskader. En dat zijn dan weer de 5 stappen. En even gewoon vragen aan jou of dat klopt, hè? Als zodra je weet dat het urgent is, dat er disclosure is geweest, een meisje vertelt ik ga op vakantie, of er is een structurele onveiligheid in het gezin, direct veilig thuis bellen. Klopt dat? Ja, ik vind als het echt spoed is, hè, als het kind vertelt, ik vlieg morgenochtend om 8 uur naar mijn land van herkomst, vul maar in. En dan ga ik naar een feest en dan krijg ik heel veel cadeautjes. En dan gaan ze iets met mij doen. Ja, ik denk dat je dan niet moet gaan zitten wachten op je aandachtsfunctionaris. Maar dat het echt geoorloofd is om gelijk te overleggen met Veilig Thuis. Ook als een kind een disclosure doet over dat er iets met haar zusje is gebeurd of dat ze iets met haarzelf is gebeurd. Op het moment dat het disclosure is, ik denk dat het overleg dan niet meer nodig is. Maar bel dan gewoon gelijk met Veilig Thuis. Ja. Bij mij triggerde je me eventjes toen je net zei in jouw presentatie dat een aandachtsfunctionaris van Veilig Thuis, begrijp ik dan, anoniem kan aansluiten in een gesprek met de jeugdgezondheid. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat wij dus niet weten over wie het gaat. Dus het anoniem overleg, zeg ik ook altijd. Het is altijd wat de verwarring over. Betekent niet dat jij belt als professional en dan zegt: ik ben meneer X. Nee, we horen graag jouw naam, maar we weten niet over wie het gaat. Dat is het anonieme gedeelte. En wat ik dan wel eens aanbied, als het lastig is, als mensen het heel moeilijk vinden om zo'n gesprek te gaan voeren met ouders, is dat we zeggen, we kunnen ook anoniem aansluiten. En vaak doen we dat natuurlijk bij dan de medische spreekkamers, waarin we alleen eigenlijk weten hoe ouders van voornaam weten, maar wel met elkaar het gesprek kunnen gaan voeren over de risico's van VGV en hoe ouders erin staan. En even praktisch gezien, hoe ik het voor me moet zien, dan ga je naast de professional in de spreekkamer zitten. En hoe stel je je dan voor?
Ja, als de dokter van Veilig Thuis. Ik bedoel, ik noem wel mijn naam, maar ik hoef niet te weten over welk gezin het er gaat. Maar dat is ook om te laten zien dat het een mogelijkheid is. Kijk, het liefst wil ik natuurlijk dat mensen, als ze dat uitgerust voelen, om zelf het gesprek te voeren. Maar dat kan soms lastig zijn. Dus het kan zijn dat we het aanbieden. Maar ik weet dat ook niet alle Veilig Thuizen dit kunnen waarmaken. Dus het is een persoonlijk iets van ons, vanuit Flevoland. Maar de vraag en de behoefte eraan is heel laag. Maar dat kan wel. Nou, de reden waarom ik het vraag was omdat bij mij gelijk zoiets had van, voelt dat dan niet onveilig binnen het gesprek wat je af, binnen het contact wat je vanuit de jeugdgezondheidszorg hebt en Ja. opeens sluit een arts van Veilig Thuis Nee, aan? dat moet je ook niet ineens doen. Dat moet je netjes vragen. Dan moet je netjes aankondigen van, goh, ik zit hiermee. Ik wil graag het gesprek met jullie aangaan hierover. En ik merk dat ik het spannend vind. Of ik vind het een moeilijk onderwerp. Of wij komen er samen niet goed uit. Vindt u het goed als de dokter van Veilig Thuis aansluit? Ja. Ja, zeggen die ouders natuurlijk nee. Ja, dan is dat heel helder. Dan doen we dat natuurlijk niet. Maar als ouders zeggen, nee, prima, ik wil wel spreken met deze dokter. Dan komen we gewoon. Ja. En dan benadrukken dat het om een gesprek gaat en niet om een melding, hè? Want dat is natuurlijk meestal de Precies, ja. angst van de gezinnen. Dankjewel. En dat afwegingskader wat Veilig Thuis gebruikt, hè? Dat is dan het vermoeden, het zelfhulp bieden of organiseren. Aanvaarden van hulp, het gewenste resultaat. En dan vindt er een terugkoppeling plaats van Veilig Thuis. Hoe zou je daar wat over willen vertellen? Ja, dat afwegingskader gebruiken we eigenlijk vooral om met elkaar te bepalen of die melding nou inderdaad, of er noodzaak is voor een melding. Of dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan dragen. Of dat we zeggen, nou, je kunt eigenlijk nog heel veel zelf doen. Of we pakken hem over of laten we samen optrekken. Die afwegingskader is ingebouwd om toch het idee te hebben van, nou, ik doe een melding en dan ben jij verantwoordelijk. Om dat toch een beetje vanaf te komen om te zorgen dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het lastige is dat wij een handelingsprotocol hebben dat als je melding gedaan hebt bij ons, kunnen we hem nooit eigenlijk op de inhoud terugkoppelen, tenzij het tussen dokters dokters is. Dan is die weer wat anders. Maar in principe als school meldt voor een vermoeden van een uitgevoerde VGV, kunnen we hem op inhoud niet zonder toestemming van ouders terugkoppelen aan de melder. Dus daar zit wel een stuk verbetering en we zijn er ontzettend hard mee bezig om de AVG technisch omheen te kunnen gaan. Maar dat is nog steeds de regel, ja. Maar het wel terugkoppelen of we hem hebben opgepakt of een actieve dienst gaan starten, of een onderzoek is afgerond, daar krijgen de melders altijd wel terugkoppeling van. Oh ja, want dat is eigenlijk mijn vraag hoor. Dus sowieso helemaal niet precies inhoudelijk, maar wel, hey, we hebben hem opgepakt of we zijn er nog mee bezig. Het proces is gaande. Want daar kwam een vraag over binnen van, hey, krijgen soms geen terugkoppeling. Is het de bedoeling dat dat proces maar inhoudelijk kan van arts naar arts? Hè? Dus als een GGD-jeugdarts zegt, ik heb gemeld, dan kan je ook inhoudelijk de terugkoppeling krijgen. Jazeker, ja. Ja, we doen dat. Ik vind dat je dat wel transparant moet doen en ook aan direct betrokkenen moet mededelen dat je dit gaat doen. Ja. Ja. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de risico's of de risicotaxatie die dan gemaakt is door Veilig Thuis. En als die verhoogd is, vind ik ook echt dat medici alert moeten blijven. Ja, en dan die samenwerking weer met elkaar, hè? De ketenaanpak. Ja. Ja, er kwam ook een vraag binnen van hoe ziet dat eruit, zo'n eerste gesprek van Veilig Thuis met een gezin? Gaat de jeugdgezondheidszorg dan mee of geef je het gesprek over? Of hè, laten we zeggen, het komt vanuit een docent of een politieagent. Hoe gaat dat eerste gesprek met ouders? Nou, in principe hoop ik dan inderdaad dat de jeugdgezondheidszorg het gesprek al heeft kunnen voeren. We zien natuurlijk kinderen die in Nederland worden geboren, dat het natuurlijk eigenlijk op het consultatiebureau wel redelijk goed wordt ondervangen. Komt daar een verhoogd risico uit? Dan gaan we natuurlijk overleggen. En als we dan samen zien, jeugdarts en de vertrouwensarts, dat er inderdaad een verhoogd risico is door die taxatie, kan het zijn dat we hem overnemen. Dat we vragen om een melding en dat we dan inderdaad een goede inschatting gaan maken. Dat gesprek voeren wij gewoon samen. Het is allemaal op maat. Hè. Ik zeg altijd, alle casuïstiek is echt op maat. Het hangt natuurlijk ook vanaf, spreken de ouders goed de Nederlandse taal? Hebben we een tolk nodig? Nemen we een sleutelpersoon mee? En je kan je voorstellen, als we sleutelpersoon kiezen, dat het een beetje vol wordt op zo'n bank. Met en de jeugdarts en de tolk en de sleutelpersoon. Want ik vind dat de sleutelpersoon mag je niet gebruiken als tolk. Dat vind ik heel belangrijk. En dus je moet ook bedenken, hoe komt dit over als we nou met 6 man daar binnen gaan stormen? Dus weeg het per casuïstiek af, wie heb ik nodig voor de expertise daar op die bank om het gesprek te gaan voeren.
En ik vraag ook altijd aan mijn maatschappelijk werkers van, vroeger hadden we, vroeger is altijd alles beter, hè? Nee, hoor. In de oude AMK hadden we een dossiervoering, dan zag je gelijk op het eerste blad van het dossier wat het land van origine van de ouders is. Nou, dat is natuurlijk ook maar, heeft ook maar een aantal jaar natuurlijk beperkte houdbaarheid, want we zitten inmiddels al tweede, derde generatie in Nederland. Dus, maar aanvankelijk was dat altijd heel helder. En nu in ons nieuwe registratiesysteem moeten we 5 keer doorklikken voordat we überhaupt weten waar de mensen geboren zijn. Dus dat betekent dat dat niet meer op het netvlies zit, hè? Dus ook als maatschappelijk werkers voor een ander onderwerp bij ouders op de bank zitten, van een andere melding of andere zorgen, maar dan ouders komen wel uit een risicogebied, zeg ik dat, wat maakt het nou dat je die vraag niet kan stellen? Van goh, even een screenende vraag, gebruikt u drugs, alcohol, dat vragen we allemaal wel. Maar we gaan niet vragen, goh, ik zie uit uw dossier dat u uit een risicoland komt voor meisjesbesnijdenis, mag ik vragen hoe u erover denkt? Het is, lijkt mij, een goede screenende vraag. Maar goed, even los van jouw vraag van hoe gaat dat, ziet dat er nou uit? Nou, ik zeg altijd, ik probeer me dan ook voor te stellen. Er komt dus een Hollandse blauwoogige kaasdokter even bij jou op de bank vragen hoe dat gaat zitten met meisjesbesnijdenis. Hoe moet dat nou overkomen? Nou, de ervaring leert en de terugkoppeling die we ook krijgen is, je moet het gewoon professioneel aanvliegen. Dus met behulp van de sleutelpersonen, benoemen waar je zorgen liggen. Maar ook uitleggen waarom we dit in Nederland zo ontzettend moeilijk onderwerp vinden. En waarom we hier zoveel zorgen en waarom we dit ook zo ernstig vinden. En gewoon heel veel voorlichting geven. Dus niet met gestrekt been erin. Wat gaat u doen? Want weet u dat dit strafbaar is? Dat is gewoon te kort door de bocht. Maar het gesprek moet gaan over hoe de ouders erover staan. Wie bepaalt het binnen de familie? Hè? Wie is eigenlijk de, als je kijkt naar de cultuur, de schermjassen, wie is degene binnen de familie die bepaalt dat dit gaat gebeuren? Hoe staan ouders erin? Is moeder zelf besneden? Hoe heeft ze het zelf ervaren? Ik vind het zelf altijd mooie gesprekken, omdat er heel veel toch wel. Geen koppeling soms is met fysieke klachten, seksuele beleving, met hun eigen besnijdenis. Ja, dus je ziet dat daar heel veel kwartjes gaan vallen tijdens dat gesprek. Dus het is, en ik ga er altijd vanuit dat ouders niet denken, kom, laat ik vandaag eens lekker mijn kind gaan besnijden, want dat vind ik zo leuk. Ja, er zit gewoon een bepaalde gedachtegang aan en juist die bewustwording, die vertraging die je op dat moment kan aanbrengen. En het eigenlijk soms ook inzicht laten zien aan deze volwassen vrouwen dat hun eigen besnijdenis gerelateerd is aan hun eigen klachtenpatroon. Hè? Want vaak hebben ze heel veel fysieke klachten of seksuele klachten. Dat die bewustwording al heel veel aanzet tot, ja, maar ik wil dit helemaal niet voor mijn kind. Ja, die intrinsieke motivatie om het niet te doen. Absoluut, absoluut. Ja. Ik hoorde je net zeggen, Annemiek, je vraagt om een melding. Ja, dus dit is even voor de professionals. Advies vragen is fantastisch. Samen het gesprek voorbereiden, hartstikke fijn. Kan je met je aandachtsfunctionaris doen, kan je met Veilig Thuis doen. En tijdens zo'n advies kan jij als medewerker van Veilig Thuis dus die professionals vragen van, joh, maak hier een melding van. Hè? Mijn advies. Ja, dat kan een advies zijn, hè? Kijk, iedereen is verplicht om de meldcode te volgen, maar je bent niet verplicht om te melden. Laten we dat even helder hebben. Dus het kan zijn dat ik toch wel dringend adviseer en erop aandring van doe een melding. Hè, want dan kunnen we samen optrekken. En daar zal ik wel mijn best voor doen om die te krijgen. Maar als jij uit welke overweging dan ook besluit om dat je dat nog niet wil doen of niet wil doen, is dat je eigen professionele afweging. Maar we hebben met elkaar afgesproken, zeker de medici, dat de professionele norm is melden. Ja. Dus daar zijn we wel heel helder in. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk nooit discussie over heb. Dus Om een melding niet. Nee. nee, Nee. 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 Nou, ik moet je zeggen daar hadden wij het net ook even over, hè, om aan te moedigen om toch ook anoniem om een tip te vragen om het samen het gesprek voor te bereiden. Dat ook al heel veel zoden aan de dijk zet. En dat je als Veilig Thuis soms ook gewoon kan zeggen, jullie zijn hartstikke goed bezig, dus ga zo door. En dat dat ook zo kan. Dat je daar dus dan geen melding van hoeft te Nee, maken. zeker. Hè? Als iemand mij opbelt voor een adviesvraag, die zegt: ik heb een risico-inschatting gemaakt, ik kom hierop uit, mag ik hem bij je toetsen? Hè? Want ik denk altijd: draag samen die verantwoordelijkheid. Prima, dan doen we samen de toetsing. En zijn we het met elkaar eens, zeg ik: prima. En hoe ga je het verder nu doen? Nou, dan ga ik screening doen. Hè? We kennen natuurlijk allerlei oplossingen mogelijk. Prima, dan hoef ik helemaal geen melding te hebben. Maar weet dat je altijd kan bellen als je denkt dat het niet goed gaat. Ja. Nu klinkt het heel laagdrempelig, echt. Ja. Hè, dus dat vind ik heel erg fijn om te horen. En ik heb die ervaring ook zeker met jou.
Want ik zal even spreken voor de regio IJsland. Daar was een tijd geen vertrouwensarts. En dan ga je toch op zoek naar iets anders. Er zijn mensen die het toch wel best lastig vinden om bij Veilig Thuis binnen te komen. Heb jij daar nog tips voor? Hoe krijgen Vragen. we laagdrempelig? Wat zeg je? Gewoon vragen. Gewoon zeggen, luister eens, ik heb een vraag over meisbesnijdenis en daar weet niet iedereen wat vanaf. Ik wil gewoon een aandachtsfunctionaris spreken. En het liefst de liefste dokter, want die heeft er dan de meeste verstand van. Maar het kan soms ook de gedragswetenschapper zijn. En als die dan op dat moment niet beschikbaar is en het heeft geen spoed, vraag dan om teruggebeld te worden. Oké, dat kan dus ook. Je kan het Ja, terug. Ja. Ja. zeker. Dus dat is de vertrouwensarts, aandachtsfunctionaris of de gedragsfunctionaris. Ja. En hoeveel adviesvragen krijgen jullie gemiddeld? Heb je daar een idee Veel van? te weinig, veel te Veel te weinig. weinig, ja. Veel te weinig. Ik denk, die kan ik echt op 2 handen tellen per jaar. En dat betekent gewoon dat de signaleringsknop, wat mij betreft, gewoon echt verder open moet. Moet ik staan, maar Dus niet aan. het herkennen, het signaleren van: hé, hey, wacht even, heb ik hier te maken met een meisje wat bij die 4200 of 4800 hoort, die de komende 20 jaar risico lopen? Of heb ik hier te maken met iets anders? Maar als je het niet weet, stel die vraag. Neem hem met ons door. Want we kunnen soms ook kijken, hè, zeker per land, per regio waar een kind vandaan komt, waar ouders vandaan komen, wat het risico is. Wat nog wel eens lastig is zijn de kinderen die onder de 9 jaar binnenkomen via de asielzoekersprocedure, via de AZC's. Wij merken natuurlijk dat daar de werkdruk heel hoog is op de medewerkers van zo'n COA en van de COA en van het AZC, dat die screeningsvragen op VGV eigenlijk bijna nooit gedaan worden. Dus dat is wel een punt. Dus ik denk dat we daar nog heel veel kunnen winnen. We kunnen denk ik ook winnen dat de leeftijd waarop de besnijdenissen worden uitgevoerd, de gemiddeld tussen 9 en 10 jaar zijn. En dat dan net het periode is waarin de jeugdarts de kinderen weinig ziet. Niet ziet. Dus ik denk dat we daar ook nog. Misschien wel wat, zeker als er sprake is van een verhoogd risico, om te kijken met de jeugdartsen hoe kunnen we daar nog preventief extra op insteken. Maar dat zijn allemaal dingen die nog in de kinderschoenen staan. Maar wel Dank je heel wel. belangrijk. Ja, ben ik helemaal met je eens. Dank je wel. Jana heeft ook een heleboel vragen in de chat gekregen, zie ik, die ze kan voorbij rammelen. Oh Dus jeetje. laten we daar ook nog aandacht aan besteden. Dank je wel Zeker. voor nu. Ja, dankjewel voor deze praktische verdieping en het nog duidelijker schetsen van wat Veilig Thuis nou eigenlijk doet en die preventie van meisjesbesnijdenis. Er zijn ontzettend veel vragen binnengekomen in de chat, dus ik pak ze er even bij. De allereerste vraag die binnen is gekomen is: bij volwassen vrouwen staat ook strafvervolging als het wel vrijwillig gebeurt. Klopt dit? Nee, als het niet vrijwillig gebeurt. Oké. Okay. Ja, dus als het gaat over vrouwen die in een afhankelijkheidsrelatie zitten, dan moet je echt denken dat het een onderdeel uit kan maken van een vorm van intiem terreur of huiselijk geweld, waarbij de vrouw onder dwang zichzelf moet laten besnijden. Ja, herbesnijden. Helder. Ja, daar was ook meteen een vraag over. Die term herbesnijdenis is niet voor iedereen helder. Zou je daar wat over willen vertellen, Annemiek? Nou ja, heel plastisch natuurlijk, hè? Zeker na een bevalling. Als een vrouw een type 3 VGV heeft ondergaan, besnijdenis heeft ondergaan, waarbij eigenlijk er onmogelijk is dat er een kind via de natuurlijke weg uitkomt, dan vaak moet de gynaecoloog of de verloskundige dat opnieuw openen. Nou, dan wordt er een kind geboren en dan kan het dus weer opnieuw worden gesloten om het opnieuw een type 3 besnijdenis te laten zijn. Dus dat is een herbesnijdenis. En een andere definitie van een herbesnijdenis is als die niet goed is uitgevoerd. Dus dat zien we nog bij minderjarige meisjes. Dat als de besnijdenis niet gelukt is of gedeeltelijk gelukt is, dat die dan opnieuw wordt gedaan. Dus daar zijn twee definities voor. Ja, helder. Dankjewel. Een andere vraag die ook binnen is gekomen is: ik werk in het AZC. Zou ik een casus waar ouders hun kind niet kunnen beschermen tegen VGV in land van herkomst, als ze worden uitgezet, ook preventief moeten melden? Ja, graag, graag. Want het is een van de redenen waarop we met de Raad en het AZC toch kunnen kijken, omdat de kinderen verhoogd risico lopen, om de kinderen in Nederland te kunnen laten. En dan dus ten gevolge dus ook de ouders. Er zijn een aantal presidenten geweest de afgelopen jaren. We hebben tenminste in mijn regio niet heel veel gebruik meer van gemaakt, waarin het op dat argument werd gedaan om een verblijfsvergunning te krijgen. Ja. Ja. Oké, dan ga ik naar de volgende vraag.
Was dat zo voldoende antwoord? Ik denk het wel, hè? Denk het ook wel, ja. De volgende vraag is: ik werk in de JGZ als jeugdverpleegkundige. Tijdens een gesprek met ouders over VGV geven veel ouders vaak altijd aan dit zeker niet met hun dochter te willen doen in de toekomst. Hoe vervolg je dit? Ja, dat is altijd lastig. Want dan krijg je, zit ik nou te kijken naar wenselijke antwoorden of krijg ik oprechte antwoorden? En dat is soms heel lastig. Dat betekent dat ik voor zeggen dat laagdrempelig. Stel die vraag uit het risicotaxatie-instrumenten. Die zijn ook beschikbaar voor jeugdartsen. Die komen uit hetzelfde handelingsprotocol waar ze zelf ook aan deel hebben genomen. Zit ook in hun eigen richtlijn. En op het moment dat je daar eigenlijk al een verhoogd risico hebt. Vraag dan advies bij ons. Dan dragen we samen die verantwoordelijkheid om die inschatting juist te maken. En als we er dan nog niet uitkomen, dan kan het echt wel zijn dat het nodig is dat we daar een inschatting op de bank moeten gaan maken. Dat we daar het gesprek moeten gaan voeren met die sleutelpersonen. Maar dan zeg ik altijd tegen de jeugdartsen, laten we dat dan samen gaan doen. Of laat Veilig Thuis dat met die sleutelpersonen gaan doen. Maar besef inderdaad dat je last kan hebben van wenselijke antwoorden. En met dat je risicotaxatie toch laat zien dat die echt verhoogd is. Dat je dan dus doorpakt en stap 2 van de meldcode gaat uitvoeren. En eigenlijk zeg je hierbij dus ook, weet hierin ook weer veilig thuis te vinden, omdat jullie graag meedenken hierin. Ja, Ja. zeker. Zeker. Voor hun ook. Ja. Even kijken, de volgende vraag die binnen is gekomen. Wanneer een besnijdenis in land van herkomst is gebeurd en de jongere heeft de vraag dit ongedaan te maken, wie kan ik contacteren? Dan zeg ik vaders bellen, want jullie hebben de contacten van alle herstelklinieken. Hè? Dus dat is heel, heel belangrijk natuurlijk. Ook de psychologische ondersteuning hierbij. Dus ik denk dat die expertise bij jullie ligt. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Dat denk ik ook. Even kijken. Onze gesprekken met cliënten vallen onder AVG. Hoe kunnen we zonder toestemming, in het geval zojuist gezegd is, ik ga naar land van herkomst, ik krijg een feest, et cetera, meteen veilig thuis benaderen? Ja, en dat is gelukkig. Ik weet niet uit welke functie deze vraag wordt gesteld. Maar in de algemeenheid kan ik zeggen: de meldcode, de wet meldcode, geeft je juist het recht om anoniem, dus AVG-technisch geen probleem, de problematiek voor te leggen op inhoud met de experts van Veilig Thuis. Want dan ga je dus om de AVG heen. Dat is juist het voordeel van het anonieme overleg. Dat je toch met toch je kennis en je expertise kan gaan raadplegen die je nodig hebt om te denken, heb ik hier nou te maken met een verhoogd risico op VGV? Helder. Een andere vraag die binnen is gekomen gaat over aangifte doen. Er staat: aangezien er sprake is van een strafbaar feit, wie kan aangifte doen namens de jeugdigen? Hoe Nou, werkt dat? wij Veilig Thuis doen dat. Ja, dat moet je vooral niet willen doen. Als school niet, als jeugdarts niet. Laat de Veilig Thuis instantie hebben die binnen die handreiking strafbare kindermishandeling daar een duidelijke rol in. Veilig Thuis doet de aangifte. Of de melding, ja. En die hebben ook het overleg met de officier. Dus daar zit een duidelijk een taak voor Veilig Thuis bij. En hoe vaak komt dat voor? En niet, hè. We hebben geloof ik één keer, nu is er een vervolging plaatsgevonden, maar die heeft dan weer geen hout gesneden, zullen we zeggen. Dus het is ontzettend lastig. Dus kijk, ik heb ze liever, de meldingen, als ze gaan over de preventie. Hè. De meldingen natuurlijk, als we moeten gaan kijken, als ze vermoeden op uitgevoerd, ja, dan zijn we te laat. Dan kunnen we het gelukkig nog wel strafbaar maken, maar dan is het kwaad al geschied. Hè. Dus ik hoop eigenlijk dat we over die drempel heen kunnen trekken. Dat we naar de preventieve meldingen gaan. Zodat het strafbaar feit eigenlijk niet meer hoeven. Nee, precies. Dat past denk ik ook wel heel mooi bij hoe we het in Nederland met elkaar hebben afgesproken, hè? Om echt op die preventie te zitten en daar eigenlijk zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Ja. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Even kijken, ik ga nog gewoon even door met de vragen. Ik doe als jeugdarts en aandachtsfunctionaris VGV zo nodig lichamelijk onderzoek. Als ik geen twijfel heb dat het meisje besneden is. Moet ik dan alsnog het meisje verwijzen naar Veilig Thuis Vertrouwensarts VGP voor lichamelijk onderzoek? Dat is een jeugdarts die dat vraagt, hè? Ja, nou, het lastige is dat ze soms echt heel, heel lastig te herkennen zijn. Zeker de type 1 en type 2. Er is zoveel variatie binnen de normale anatomie van jonge prepuberale meiden, maar ook puberale meiden.
dat ja, zou zelf die expertise, ik zou zelf vinden dat ik die expertise niet heb. Dus als ik het veel wil dat een meisje wordt onderzocht, dan vraag ik het altijd aan een kindergynaecoloog die daarin gespecialiseerd is. En die hebben vaak ook een dubbelfunctie bij het NFI. Dus die hebben echt een forensische blik om te kijken. Dus mijn advies is vooral, ja, kijk, een type 3 kunnen we natuurlijk allemaal herkennen, hè? Dus tuurlijk, doe vooral een inspectie. Maar ga geen uitgebreid lichamelijk onderzoek doen. Maar laat het degene doen die dat echt vast kunnen stellen of er eentje is uitgevoerd of niet. Dat is wel mijn dringend advies. En maak ook vooral geen foto's. Dat is ook mijn advies. Want dan kom je ook nog verder in de problemen. Maar overleg dan even wie zo'n onderzoek zou kunnen verrichten. Of wat je hebt gezien bij inspectie. Zonder dat er een uitgebreid vaginaal onderzoek hoeft plaats te vinden. Een andere vraag die ook binnen is gekomen, dat gaat over de zomercampagne, waar ik in het begin ook al even over vertelde. En de vraag is, komen er nou meer vragen binnen naar die zomercampagne? Merk je daar verschil in? Nee, maar Nee? ik kan me voorstellen, moet je je voorstellen, als die zomercampagne gaat natuurlijk vooral naar scholen die het hartstikke druk hebben met het afsluiten van het jaar, de eindmusical. Dat is natuurlijk allemaal basisschoolleeftijd, waar natuurlijk de grootste risicogroep zit voor die meiden. Die lopen over. Dus vaak, als die vragen komen, zijn de vogels al gevlogen. En dan komen ze bij het afronden van het schooljaar en dan zien ze inderdaad, oh wacht even, maar die gaan terug naar Somalië of die gaan terug naar Egypte. Oh wacht, ik moet dat nog even, maar ze zijn waarschijnlijk al weg. En dan zijn we te laat. Dus ik vind, ja, ik vind het heel goed, die zomervakantiecampagne. Want dat is inderdaad het tijdstip waarin het grootste risico is. Maar misschien moeten we hem iets naar voren halen om die druk op die scholen aan het einde van het schooljaar toch wat weg te halen. Dus dat we hem eigenlijk al vanaf de meivakantie, want dat zijn ook 2 weken, dat we hem al gaan dat we een soort voorjaarscampagne van gaan maken. Of nou, in ieder geval, dat zo, misschien moeten we daar een keer over hebben. Maar ik merk dat scholen te druk zijn. En dat snap ik ook. En dat ze het echt een heel belangrijk onderwerp vinden. Maar dat ze moeten zoveel doen dat het daarna eigenlijk wel weer van het plankje afrolt. Ja, goed dat je dat zegt. Wij zijn bezig geweest met een evaluatie en dat is ook precies uitgekomen. Dus daar gaan wij mee aan de slag. Ja, snap ik. Ja. Nog een opmerking, niet zozeer een vraag. Er wordt steeds gesproken over jeugdartsen, maar ook verpleegkundigen en verpleegkundig Sorry, specialisten spelen ja, hier een zeker. Ja, belangrijke rol absoluut. De hele jeugdgezondheidszorg, zou ik het zo noemen. Ja. in. En dan als laatste vraag die nog binnen is gekomen. Zijn er gevallen bekend waarbij een besnijdenis in Nederland plaatsvindt? Nou, dat is een hele goeie. Nee, niet concreet. We hebben wel vermoedens gehad over dat de besnijdenissen zouden plaatsvinden in een asielzoekerscentrum. We hebben dat nooit kunnen bewijzen. We hebben wel concrete aanwijzingen gehad, de casuïstiek gehad van meisjes die naar Londen werden gebracht. Daar in de coronaperiode vooral, waarin dan daar de besnijdenissen plaatsvonden. Dus daar moeten we echt wel alert op zijn. Maar dat vraagt dus eigenlijk een hele grote Europese signalering van beweging van grote families. Ja, dat is bijna niet te doen, hè? Dus, maar in Nederland heb ik hem zelf nog niet gezien. Nee, en ook niet gehoord. Nee. Nou, misschien dan nog als allerlaatste vraag. In het begin tijdens de Mentimeter zagen we wat jij ook al zei. Hè? Eigenlijk weten de deelnemers heel goed waarvoor ze veilig thuis in moeten schakelen. Maar het gebeurt nog niet. Wat zou jij als allerlaatste advies of tip meegeven, om toch wat meer vragen bij jullie terecht te krijgen? Nou, ik vind zeker, want ik neem aan dat degenen die hier nu de webinar volgen toch wel een affiniteit hebben met het onderwerp. Dan wel aandachtsfunctionarissen zijn binnen hun professionaliteit. Om gewoon voorlichting te vragen aan je Veilig Thuis. Dus laat de medewerker van Veilig Thuis, die de aandachtsfunctionaris is, binnen jouw organisatie komen en vraag om een voorlichting. Dus dan zit er gelijk een gezicht aan. Je kunt laagdrempelig telefoonnummers uitwisselen. En dan kun je met elkaar over het onderwerp hebben wat nou lastig is. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld met jeugdartsen bij mij in gesprek ga. Of op school als daar behoefte aan is. Of bij de politie kan aanschuiven. Om daar meer informatie en daar een gezicht aan te geven. En ik denk, en mijn ervaring is, dat als je een gezicht en een telefoonnummer hebt, dat het makkelijker bellen is. Ja, nou hartstikke goed. Dank Annemiek voor je heldere verhaal. Graag gedaan. Het is 2:55, dus we gaan even naar de afsluiting en daarvoor ga ik mijn scherm delen.